De personeelsbonden bij het Slans Hospitaal en het Marwina Ziekenhuis zijn vanaf vandaag in actie. Er wordt geen dispensatie verleend. Imro Edam, bondsvoorzitter bij deze twee ziekenhuizen, zegt dat de leden er moe van zijn dat er geen overeenstemming komt over de afkoopregelingen. De druppel die de emmer deed overlopen is een bericht van de directie van Slans dat in een vergadering met regeringsleden is gezegd dat er geen geld gegeven zal worden voor de afkoopregeling. Als bond die al onder druk gaat door de werknemers, hebben we toen een RC vandaag belegd en de mensen hebben unaniem besloten om het werk neer te leggen en men is ook niet in staat om dispensatie te verlenen. Kijk, wij als bestuur hebben ook een verantwoordelijkheid, maar aan de andere kant moeten we ook de belangen van de werkers moeten kunnen behartigen. En of de regering tenminste verantwoordelijk bezig zou zijn geweest, dat zou men wel moeten weten dat men het gelijkheidsbeginsel in acht zou moeten nemen. Ik heb inderdaad met de minister geappt en ik heb ook aangegeven dat de gemoederen echt verreed zijn en dat die zo gauw als mogelijk iets van zich zou moeten laten horen. En dat is het geval niet geweest. Gisteren, nadat ik die app heb mogen ontvangen van de directeur, heb ik dat verzonden aan de minister en toen gevraagd of het op waarheid berust. En van wie heb ik geen antwoord gehad van dezelfde minister tot de dag van heden. Edam geeft aan dat er geen rekening wordt gehouden met de financiële situatie waarin gezondheidswerkers nu zitten, met alle verhogingen. Hij vindt dat ook voorbij wordt gegaan aan de druk waaronder deze groep werkt. Met die hele coronapandemie, ieder kon zich terugtrekken, behalve de gezondheidsmedewerkers, die moesten gebeuren en alles. Dus ze hebben wel vandaag besloten dat ze altijd in het verleden de patiënten op de eerste plaatsen. Maar intussen gaan ze allemaal ook patiënt worden van die hele situatie. Dus ze eisen nu zeker drie punten waar op het zou gaan over Slans Hospitaal, dat men praat over die afkoopregeling van 2020 en dat men ook direct opstart met onderhandelen van 2021 en die principeakkoord dat we hadden bereikt januari over de vervoerstoelage, dat men dat nu werkelijk overgaat tot uitbetaling. Dat zijn de drie punten dat men nu eist. Dus het zal nu afhangen van de regering hoe men omgaat met hun verantwoordelijkheden als één verantwoordelijke van de totale gezondheidszorg van dit land. Men moet het niet stoppen onder de schoenen van de vakbond, want wij hebben altijd wat er in onze wijk gedaan en daarom zijn de gezondheidswerkers nu onderbetaald. Imro Edam, bondsvoorzitter van het Slans Hospitaal en het Marwina Ziekenhuis. Het personeel van de ziekenhuizen moet zich morgenochtend weer aanmelden, waarna er vergaderd zal worden. De actie wordt voortgezet totdat er een oplossing is. Edam is ook bondsvoorzitter bij het Wanica Ziekenhuis. Hij vergadert morgen met het personeel en zal dan besluiten of ook die bond in actie gaat.